Dames en heren, goedenavond. Minister De Graaf-Voortman heeft vandaag geantwoord op het verzoek van Kamervoorzitter Vondeling om klaarheid te brengen in de zogenaamde KGB-zaak. Namelijk de beschuldiging in Elsevier's magazine dat bepaalde Nederlanders agenten zouden zijn van de KGB, de Russische Staatsveiligheidsdienst. De minister van Binnenlandse Zaken zegt nu dat nadere informaties uitwijzen dat de beschuldigingen van spionage in geen delen worden gedragen door de feiten. In de afgelopen nacht is in het centrum van de West-Duitse stad München een bom ontploft die aanzienlijke materiële schade veroorzaakte. De bom was geplaatst in een bagagekluis van een handelsfirma in een winkelcentrum. Zeker 20 winkels liepen schade op. Toen de bom ontplofte was het winkelcentrum voor het publiek gesloten. De politie van München brengt de aanslag in verband met de dood van de anarchiste Ulrike Meinhof, die afgelopen zondag dood werd aangetroffen in haar cel. Prins Sixto van Bourbon-Parma, een jongere broer van prins Karel Hugo, de echtgenoot van prinses Irene, is Spanje uitgezet. Prins Sixto vertegenwoordigt de rechtse vleugel van de Carlisten en wordt algemeen verantwoordelijk gesteld voor de onlusten van afgelopen zondag op de Montegura. Hierbij vielen 2 doden. Prins Sixto is op een vliegtuig naar Rome gezet. De ziekenfondswet geeft de ziekenfondsen de